Ik ben net klaar met werken en zo meteen ga ik nog naar een lezing over de Brexit. Die wordt gehouden in mijn oude middelbare school hier in Eersel. Er is iemand uitgenodigd van de Nederlandse ambassade in Londen. En ook mensen van het bedrijfsleven, waaronder Kees. Dus ik ga eens luisteren en ik ga wat vloggen voor jullie. Ja, goedemiddag. Ik ben nu onderweg naar Airport in Düsseldorf. Ik ga daar onze collega's uit Griekenland ophalen van de firma Intertrans. Intertrans is een partner waar we al vele jaren mee samenwerken. We hebben deze week namelijk Sales Week Griekenland. Dat houdt in dat wij potentiële, zowel potentiële als bestaande klanten gaan benaderen. Ja, wij hopen gewoon op een mooie week. We hebben een mooie planning opgezet voor de komende paar dagen. Samen toen gaan wij gewoon Nederlandse klanten bezoeken die business van en naar Griekenland hebben. En uiteindelijk hopen we na deze week gewoon voor beide partijen dat er iets moois uitgerold komt. Ik zou je zo even meenemen Airport in. Waar ik ze opgehalen. Even voorstellen aan de mannen. En dan hoop ik dat jullie ook een leuk beeld krijgen wat bij ons nou een salesweek inhoudt. Yes, so I found them. Here are my lovely colleagues. They will introduce themselves. Hello, nice to meet you. So yeah, like I told you, we will make a nice sales week and meet great potential and existing clients. Hello, tonight we are with our Greek partner, Intertrans, Vasilis and Joran. Nice that you came over, that you take time. We had a great, good sales week in Holland. They need to pass us to Greece. Exactly. Yeah. More and more customers. What you want to add, Vasilis? Well, very happy to be here and to meet all of you. Joran. Yeah. Thank you very much for your hospitality. We are very happy we are here. Ik ben deze ochtend in Nettetal, Duitsland bij de stichting Human Plus. Hier zijn ze op dit moment een transport naar Griekenland aan het laden. Welke wij samen met onze Griekse partner voor het goede doel hebben georganiseerd. Op deze vrachtwagen worden goederen geladen voor onder andere ziekenhuizen en vluchtelingenkampen. Supermooi goed doel dus. Dames van KLG. We gaan een foto maken voor International Women's Day en we zijn er helemaal klaar voor, toch? In verband met Internationale Vrouwendag op 8 maart houden we hier een kleine fotoshoot in Eersel. Ik heb net met Henry besproken of we een heftruck kunnen lenen om foto's op te maken. En dat is allemaal in orde. Het is 14 februari, Valentijnsdag, en ik heb chocolaatjes meegenomen om het te vieren. Hello folks,
My name is Patrick Yi. I'm working here at KOG ITM in Shanghai, China. This next upcoming week, I'll be going to Romania to help implement a new system for them to use. I'm very excited to meet a lot of colleagues that I've been in close contact with, and I haven't actually seen them in person, so it's very exciting for me. At the warehouse, as you can see behind me, and we'll head inside. Today just happens to be a Romanian holiday. It is the 1st of March, and it is the holiday, I may be pronouncing this wrong, but Marteșor. I guess the tradition is to hand out candies or ribbons that are normally wrapped with red and white, or flowers. And it seems like the men will hand it out to the women here. Let's take a look at what they're doing. So, hi everyone. Today we're having a national holiday here in Romania. We celebrate the beginning of spring, even though it doesn't really seem that it's spring outside. And our custom is that men offer women some bracelets made from red and white string. They kind of look like this. And we're going to surprise our colleagues today at KLG, our women colleagues. And we're going to offer them a little flower, a cake pop, and something like this. So I hope they really enjoy it, and I hope they will be surprised. And I really hope that you'll enjoy this. Een vlogmeeting, dan gaan we weer allerlei leuke onderwerpen bespreken die we kunnen laten zien in de vlog. We zijn er, fijne rit gehad, lekker rustig en nu gaan we binnen eens luisteren wat ze van ons verwachten. Nou, we hebben zojuist een vlogmeeting gehad, even alle onderwerpen besproken wat we nog de komende tijd willen gaan filmen voor jullie, wat we jullie nog willen laten zien. En dat hebben we zojuist afgerond, dus iedereen kan ook voorlopig weer aan het werk. En het resultaat daarvan zien jullie in de komende vlogs. Wij gaan de foto maken voor de International Women's Day. En iedereen zit er klaar voor. Dan gaan wij omhoog in het plekje. Nou zeg. Is iedereen er klaar voor? Hey! 1, 2, 3. We gaan een foto maken voor International Women's Day. En iedereen is er klaar voor. Jongens! We gaan een foto maken voor International Women's Day. En we zijn er helemaal klaar voor, toch? Yay! Ja! Ja!
Haha.